kunnen vertellen over de geschiedenis van Koopmans? Ja, ja, de familie Koopmans is in de zaak gekomen in 1914. Want mijn vader, en dat is Sjouke, de huidige eigenaar, zijn grootvader, die kwam vier jaar omdat hij een weesjongen was in Sneek op de Schipperschool en op de ULO. En toen zeiden ze, nou dan moet hij maar een boerenknechtje worden in Groningenland. En toen is hij boerenknechtje geworden, maar dat had hij maar 10 maanden bekeken. En toen heeft hij zijn kleren en zijn klompen verkocht voor €5. En toen is hij naar Meppel gekomen bij familie. En dat is de familie Lambertus Pasman. En die Lambertus die was eigenaar van een hele bekende boterhandel hier in Meppel. En toen die hebben gezorgd dat hij kruideniersbediende werd hier op de Kruisstraat, hier in Meppel. En dan moest hij onder andere stroop uit het vat verkopen, dat is wat anders dan hoeden en petten. En dan verkocht hij voor 10 cent of voor 15 cent. En toen zei de klant, wat zit er voor verschil in? Nou, dit is wat dunnere stroop en dit is wat dikkere stroop, maar het kwam uit hetzelfde vat. Nou, die jaren heeft hij meegemaakt. En nadat hij kruideniersbediende was, toen had hij het bekeken van 1912 tot 1914. En toen kon hij in 1914 bij mevrouw Harkema, een Groninger mevrouw, Wietske Harkema, in de winkel komen. En daar moest hij het pettenvak leren en moest hij kleppen naar de pet zetten. Nou, dat was een rotwerkje, want je kon met de naald eigenlijk niet door de klep komen haast. Nou, dat heeft hij een aantal jaren gedaan. En toen in 1919 ging die tante Wiets de winkel uit. En die heeft hem de zaak overgedragen. En met geld van familieleden en relaties heeft mijn vader de zaak overgenomen. Ik heb het dan uiteindelijk overgenomen in 1964. En dat is, nou, dat is al 55 jaar geleden. Hè? En na die... ik heb dus als opleiding gehad HBS aan de lagere school. En toen ben ik naar de hogere textielschool gegaan in Enschede. Hele goede opleiding. En dan leer je ook andere dingen. En met die stof gewapend kon ik hier in de winkel komen. Is deze passie voor mode enzovoort ontstaan? Ja, je werd er zo mee opgeleid. Dat is net zoals een boer een zoon heeft die ook in het vak wordt opgeleid. Daar krijg je de gevoel voor en je hoort praten en je hoort hoe er gehandeld wordt en hoe er verkocht wordt en hoe de mensen aangesproken worden, hoe ze bediend worden. En dat leer je allemaal mee. En ik heb dit werk dus... mijn vader deed het 54 jaar... en ik heb het 45 jaar gedaan. En toen heb ik het overgedragen aan Sjouke, de huidige eigenaar. En het is dus dat u deze winkel wat moderner wou maken, door webshops in te voeren en dat soort dingen. Hoe kwam u op het idee hiervan? Nou, dat is alweer tien jaar geleden eigenlijk, in 2009. Op een gegeven moment kwam ook een bedrijfstak waar internet ook in opkomst was. Dat was een belegger, want ik was eigenlijk beleggingsadviseur. En dan kon je eerst ook via internet of via de adviseur. Nou, ik zag, internet kun je zien als bedreiging, maar ook zeker als kans. En ik heb het als kans ervaren. Terwijl heel mijn omgeving zei, ga eens aan het werk, onder andere mijn vader. Iedereen zei, wat ben je aan het doen? Het was natuurlijk helemaal onbekend allemaal. Kost wel geld, maar goed, één ding heb ik wel de bank wel geleerd. Je kunt eerst investeren of eerst je nek uitsteken, dan kun je altijd kijken wat het oplevert. Nou, inmiddels doen we al 10 jaar internet en dat gaat nog steeds, zoals ik het zeg, sky high. En op welke website kunnen we Koopmans vinden? Nou, overtakelijk komen de meeste mensen natuurlijk binnen via Google. Dus ze googlen wel, ze zoeken wat en op een gegeven moment gaan ze daar naartoe. En op een gegeven moment komen ze dus op mijn website www.pietkoopmans.nl. En mijn vader heet natuurlijk Piet en daar zijn we 10 jaar geleden mee begonnen. Dus dat ga ik ook niet zomaar wijzigen. Dus gewoon www.pietkoopmans.nl. En wat verkoopt Koopmans zoal? Nou, wat verkopen we zoal? Eigenlijk heel breed. Het hele assortiment is natuurlijk gigantisch breed. We hebben ook alles in het voorraadprogramma gestaan. Dus we kunnen ook zien wat goed verkoopt, wat niet goed verkoopt. En dat kunnen we heel makkelijk bijsturen. Want wij zijn nog steeds zelfstandig ondernemer. Dat betekent ook dat we zelfstandig inkopen. En we mogen zelf weten waar we inkopen, wat we inkopen. En dat is natuurlijk, je bent heel flexibel. En komt er nog een vierde generatie om deze winkel over te nemen? Nou, ik zeg altijd, als je een winkel runt, ik zeg zelf al, je moet er niet aan beginnen. Er zijn ook andere takken waar je hartstikke leuk vindt. Want de winkel runnen is natuurlijk niet van 9 tot 5, hè, wat de meeste mensen misschien wel denken. Maar ik denk dat het wel, we zijn wel 6 dagen in de week, ben ik druk met de zaak. Nou, en als ik mijn zoon zie, nou, die gamet liever de hele dag. Maar misschien als hij nu gamet, dan gamet hij later niet. Dat zou kunnen. Maar goed, hij is natuurlijk wel van een andere generatie.
Heren, mag ik u danken voor het interview en ik wens u nog heel veel succes in de toekomst. Nou, dankjewel. En je vervolg in je opleiding. Bedankt.